When the river starts to come, I'll go back if I ever left it all. When the river starts to come. George, is dat in zo'n moeilijke laatste fase, hè, die met heel veel pijn en verdriet gepaard gaat, dat er soms ook ineens pareltjes zijn, hele dierbare mooie momenten. Hebben jullie die ook gehad? Ja, toch wel. Want kijk, ik hield vaak hield de hand vast en voelde je toch een hele goede verbinding met elkaar. Ja. Het is een beetje moeilijk. Ja, moeilijk om over te praten. Maar dat had ik heel goed met haar. Ja, toen is het dood ging ook, was ze constant bij haar. Het is heel erg om de afscheid van te nemen. Ja. En hoe is het dan nu als je 41 jaar samen geweest bent om die tocht alleen te lopen? Ja, het is gewoon heel gemis. Maar ja, ik wil het wel doen. Ze is ook in mijn hart, ze is altijd bij me. Dus gewoon samen wil ik het gewoon doen met haar. Dat deed ik een beetje. Zo voelt het ook. Ja, dat voelt het ook. Ja. En dat voelt goed. Ja. Ik wens je nog een mooie tocht. Ja, denk je. Ik denk dat zij het ook zo vindt. Ja. Ja. Ja, ik hoop dat het ook goed gaat. Joop heeft Santiago de Compostela nooit bereikt. 2 dagen na ons gesprek krijgen we te horen dat hij in een herberg in Pamplona aan een hartstilstand is overleden.